Italiaans. Welkom bij aflevering 2 van de foodtruck-serie. In de vorige aflevering werd duidelijk dat onze foodtruck Italiaans wordt. Dus leek het ons een slim idee om naar Italië te gaan en hier verder onderzoek te doen voor onze foodtruck. En bedankt voor alle leuke reacties op de vorige aflevering. Ma che buio stasera. We zijn nu in Italië en de aankomende 9 dagen rijden we door heel Italië om onderzoek te doen naar de beste ingrediënten, de beste gerechten en gaan we er eigenlijk achter komen wat we nou precies gaan verkopen in onze foodtruck. En ik denk dat het ook wel nodig is, want we weten nog helemaal niks van de Italiaanse keuken. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om de beste foodtruck van de wereld te bouwen en daarvoor hebben we 3 hoofdvragen tijdens deze trip. Italië kent natuurlijk heel veel verschillende gerechten en daarom is onze allereerste vraag: welk gerecht gaan we verkopen? Vervolgens moeten we op zoek gaan naar het allerbeste recept voor dat gerecht en gaan we op zoek naar de meest authentieke ingrediënten. Look guys, what we had from Orland. They are so good, but I like it with cream. Dit is mijn Italiaanse oom Pino en hij gaat ons de eerste dagen helpen. He exports Apulian food all over the world. So, it's good to film his shop. En Pino vindt het echt heel erg leuk om van alles voor ons te regelen. Stanno qui davanti a me, possiamo già organizzare un incontro. O alla bottega. O al frantoio. Dan, do you prefer to go to his shop? He has a shop in Monopoli full of Italian food. Yes. Ok, lui vuole venire al negozio perché stasera li porta a Monopoli. He's open in Monopoli for the shop. Tomorrow? So, no, tonight. Tonight? Tonight, we go to Monopoli. Nou, dan denk ik dat ons avontuur gaat beginnen. We zijn nu in Monopoli, een stadje in het zuiden van Italië. Yes. En Pino nam ons gelijk mee naar een lokale bakker. Dit is focaccia. Treffi. Nou, we zijn hier net 5 minuten. We krijgen allemaal eten. Ja, wel lekker. Weet jij nog wat het is? Ik de video met een focaccia. Ik denk dat we hier echt moddervet wegkomen. Ik zit nu al vol. We zijn hier nog maar een paar uurtjes. En Pino nam ons ook nog even mee naar een ander restaurantje. Kijk maar, Panzarotto. Dat verkopen ze in dit gebied dus echt overal. Hè? Ik ben wel benieuwd hoe het smaakt. Ja, want om ons onderzoek zo goed mogelijk te doen, moeten we natuurlijk wel alles proeven. Ja, lekker. Ja, lekker. Ja, super lekker. Lekker. Parma ham, Philadelphia. This is the normal one. Yeah, let's see. Ik vond dit wel lekker eigenlijk. Dat is fucking lekker. Het is een soort pizza, maar dan vind ik hem misschien nog wel iets lekkerder. Want ik weet niet. Ik vond dit nice. Alleen we hadden nu natuurlijk gewoon een normale. Dus alleen met kaas en tomatensaus. Ja, klopt. Maar ze hadden hier ook echt allemaal andere verschillende soorten. Die moeten we allemaal nog proberen, Dan. Vanavond hoef ik even niks meer. Maar Pino was nog niet klaar met ons, want we gingen ook nog even naar een restaurant om een afspraak te maken voor morgen. Hey. Proost. Wat een eerste avond. Die dichtgeklapte pizza's of zo, wat waren dat? Die waren echt super lekker. Ik denk best dat dat ding lekker is ook met vlees erin. Of met iets anders erin. We sloten de eerste avond af met een biertje en daarna was het tijd om naar bed te gaan. Tot morgen. Tot morgen dan. We beginnen de eerste dag lekker rustig en bespreken met elkaar de planning van de aankomende 9 dagen. En worden we ervan bewust dat het best een hele opgave gaat worden. Dit is het huisje waar we de eerste paar dagen slapen. En bevindt zich ergens in Puglia, een streek in het zuiden van Italië. Oh ja, trouwens, wij maken deze YouTube-serie iets rustiger dan de gemiddelde Nederlandse YouTube-video, omdat er zoveel te vertellen is en we willen dit eigenlijk gewoon op onze eigen manier maken. So, where are we going right now? We are going to the olive farm. Oké, we zijn nu bij een olijfolieboer en hier gaan we onderzoek doen naar olijfolie, want dat wordt natuurlijk veel gebruikt in bijna alle Italiaanse gerechten. En als het goed is, is de eigenaar hier en die gaat ons een rondleiding geven. Buongiorno! Hallo, Dan.
Cosimo, piacere. This is Bram. Bram. Piacere, Bram. Hi. Cosimo. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. What? Welcome in my farm, my friend. Come on. En Cosimo gaat ons in zijn fabriekje uitleggen hoe echte olijfolie wordt gemaakt. Tipica macina, macina in granito. Le olive vengono defogliate e poi vengono messe in questa macina. Dopo 20 minuti produciamo una pasta omogenea di polpa di oliva, di nocciolo, olio e olivo insieme. All the paste goes on each of these fistoli. Si forma un carrello di circa 300 kg di olive. Very, very much work. Happy. Successivamente viene pressata. After that is pressed. 400 bar. Very pressing, very hard. Il mosto, acqua e olio insieme passano nella centrifuga. Separa acqua e olio. Due to the centrifugation, water goes on one side and just the pure olive oil goes on the other side. Extra virgin. What is the price for a liter here? 2 years, price 12 euro. The price went up in the last couple of years. Yes, only extra virgin, only top quality. Finito. 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 Ik wist eigenlijk helemaal niet dat olijfolie zo werd gemaakt, zoals het hier eruit ziet. In deze ruimte van, nou ja, wat is het, 50 vierkante meter, yeah, wordt de olijf omgetoverd tot olijfolie. Come on, my friend. Smell it. Mmm. 1, 2, 3. I like it. Hey, come on, my friend. Mmm. How much liters do you make every year? Wine 5000. That's a lot. What if we want to buy your olive oil for our food truck in the Netherlands? My shop online. Real big quantity. Yeah, okay, good. Big discount. Okay, discount. You can also call Pino. Yeah. So Pino gets one Pino. Liter. Really, 1 liter. Nou dan hebben we een leverancier van onze olijfolie. Ik ben er blij mee hoor. My father. Oh, the boss. My the boss. Professor, professor, professor. Ciao. The boss. Ciao. The boss. Doka from, doka from. Big boss. Boss, boss, boss. Boss incognita. How old is this company? Whoa. It's I four generation, four. Oh, four? Yeah, four. Mm. We besloten ook om nog even wat olijfolie te kopen, zodat we daar thuis mee kunnen experimenteren. In suitcase? Ja, suitcase. Better... Oké, okay. Yes. Can I buy this? Yes. How much? 7. Why? 2. My gift. Oh, that's so sweet. Thank you very much. That's no problem, my friend. Ook waren we benieuwd waar al die olijven nou vandaan komen. La nostra tecnica di raccolta è con i pettini pneumatici. Poi vanno si mettono giù delle reti sotto. All the olives that go on the nets, taken all together, brought in boxes to the factory, and within 24 hours they must be milled. Yeah, that's the extra virgin. If you want extra virgin, they must be milled when they are still fresh. The rule says within 24 hours. Oh, so that's something we learned then today. So because there's extra virgin on the label, it means the olives has to be fresh. A lot of people don't have the techniques, don't have the people to work for them. So sometimes they just leave the nets under the tree. They wait until the olives naturally fall down. Sometimes the olives are old weeks before they are milled. How many years does it take for a tree to grow to produce olive oil? 3-4 years. And then the first new olives production will come? Yeah. So 20 tiers. There are trees that are 700, 800 yeah, years old. And this? Oh, not 300. 300 years. 300 years. In area? It's so out. Every tree has its own personality. It's like people. How much liters of olive oil does like a 10 years old tree produce? And how much liter does a 300 years old tree produce? 300 years production 120 kilo olive. And how much liters? 20.
Only 20 liters this one. Per 1 year? Yes, wow. This 1 year. Oh, that's very little. Wajo. Dan consumeren we echt veel olijfolie. Of bomen, eigenlijk, per jaar. Waar de fuck zijn al die bomen dan? Dan moet je nog 1.000.000 bomen hebben. Where are all the trees? Where? You need a lot of trees. Not all the trees belong to him. All the people that live and produce the for Monopoly, trees, Castellana, they bring olives to him. Oh, yeah, okay. Yeah. Because I have a Frantoio machine. Well, thank you. Nice to meet you, my friend. Nice to meet you. Arrivederci. Yeah. Cosa? Happy to do business with you. Yeah, thank you. Thank you so much. Tanta belle cose, my friend. Ci vediamo oggi pomeriggio. Thank you. See you later. See you. Ciao, my friend. Toen we onderweg waren naar Monopoly om de beste panzerotti van de stad te proeven, kwamen we ineens een foodtruck tegen. Dit is een mooie foodtruck. Holy shit, moet die van ons ongeveer ook worden? Nee, het is eigenlijk helemaal geen foodtruck, want dit is een trailer. Binnenkijken eigenlijk. Hey, gotcha. Wauw. What the fuck. Dit is echt een mooie foodtruck. Wow. Hallo. Hallo. Yes. Can we buy it? Okay. How much? Quanto? 200. 2, 1, 2, 1, 2, 3. No. Oké, €200.000 is iets buiten ons budget. En een foodtruck kopen, dat doen we later wel. Eerst maar even een goed gerecht kiezen. En daarvoor zijn we weer terug in Monopoly. En ineens kwamen we onderweg ook nog een bekende tegen. Oh, my friend! My friend! Benvenuti! What is this? My shop. Is this your shop? My life. In my shop, only beautiful people. Important. En ik weet niet helemaal of dit bij ons onderzoek past, maar een wijntje van Cosimo slaan we natuurlijk niet over. Alla salute, my friend! Salute! My favorite wine. Strong wine. Facebook. My friend! We vinden het leuk om te zien dat Cosimo zo blij wordt van zijn werk. Maar we zijn hier voor onderzoek, dus we moeten door. Gisteravond waren we dus ook in dit stadje en hebben we een panzerotto geproefd. En toen hebben we hier even een gesprek gehad met de eigenaar van dit restaurant. En zij verkopen echt een van de beste panzerotto van Monopoly. Pino heeft voor ons gevraagd. Of, hallo. Of we hier eventjes achter de schermen mogen kijken bij het gerecht. Hey, there he is. Hey. Ciao. Pino die is echt onze held deze trip. Hij regelt echt van alles. Like voor Pino. Die zei like the video. I like the video. No, people like the video. Yes, people like seeing you making videos. You have asked people to like the video. Okay, I will ask the people to like the video. I don't understand that. All right, people from Holland, if you like the video, thumbs up. En subscribe voor Crafty. Ja, want als we 7500 likes halen, uploaden we volgende week weer een nieuwe aflevering. Dit is Antonio. Hij is de eigenaar van dit restaurant en maakt hier een van de beste panzerotti's. Panzerotti is een streetfood uit het zuiden van Italië en het wordt gemaakt van een speciaal soort deeg. Waarbij de originele versie is gevuld met mozzarella en tomatensaus. En daarna wordt het gefrituurd. En Antonio die gaat 3 andere versies voor ons maken die volgens hem veel lekkerder zijn. En als eerste maakt hij een panzerotti met rundvlees. How do you know it's good? The color's gold. Touch. Oh wow. Oil? No oil. The secret is in the dough. If they make the dough without a lot of... So it's like really important to... Yeah. Ja, Antonio heeft ons gevraagd om dit geheimpje niet te delen. Brown machine. Oh, wow. Try. Ik ben heel erg benieuwd hoe het smaakt. Oh, wow. En? Oh, I'm in love. Really good. Dan mag ik ook een hapje. Mm-hmm. Ja, kom een frietapje. Ik denk dat dit de lekkerste snack, zeg maar hartige snack, wat ik ooit heb gehad. Ja, ik ook. Pino!
Ook maakte Antonio nog een andere variant. Pork sausage and cream cheese with pepper. Throw it. Ready? Yes. Ready. En dan na even wachten was de tweede panzerotti ook klaar. Ja, ja, ja. De panzerotto must be eaten with legs open. Because it, yes. It goes everything on you. Dit is echt heel lekker. Het is echt fucking lekker. Ja, er is wel iets met dat deeg wat wij niet kennen. Wij denken gewoon bloem en water en klaar, maar dat is dus niet. Can we buy the recipe from the dough? Somebody from another country asked him the recipe. He said, I don't give you just the recipe. I come to your country. I stay 1 or 2 months with you. I teach you everything to make this panzerotti. And he asked for 50.000 euros for that. Dus ze willen dus 50.000 euro voor dit recept van het deeg. Maar niet per se het recept, maar ook dat ze het je echt leren. Ja, dan komt hij naar Nederland om het te leren. Ik krijg er nog een. Oh. Helaas valt die 50.000 euro ook buiten ons budget. En als laatste maakt Antonio een panzerotti met octopus. Die ik niet zo heel erg lekker vond, maar Bram gelukkig wel. Cheers. 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 Thank you very, very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, guys. You're the best. See you. Thank you very much. Pino, Pino. To get the recipe. Yeah, the recipe. These panzerotti are very good. Yes, but so good. They're not impossible to be made. No. Because the secret is the flour. Yeah! Pino is a hero!